Er is in Nederland en waarschijnlijk ook wel in de rest van de wereld een groot taboe op je inkomen. Want je inkomen, dat is iets wat we niet willen delen met anderen. We zeggen dat we het niet willen delen omdat het allemaal persoonlijk is. Maar dat is niet de echte reden, denk ik. We willen ons namelijk anders voordoen dan dat we zijn. En het beste voorbeeld daarvan is social media, wel, zoals bijvoorbeeld Instagram. En achter al die leuke vakantiekiekjes of die foto's van die geweldige lunch of diner wat je op dit moment hebt gehad, gaat een heel andere wereld schuil. En dat is waarschijnlijk de wereld van mensen die wel fulltime werken, maar geen spaargeld hebben. En juist dat onderwerp wil ik in deze video bespreken. Taboe, wat er heerst op je inkomen eigenlijk. Of misschien zelfs op je spaargeld of vermogen wat je hebt. Hoe dit eigenlijk ontstaat en vooral ook wat je er tegen kunt doen. Want heel veel mensen zullen of zelf of mensen in zijn omgeving hebben die eigenlijk hieronder lijden. Dus dat ze wel een baan hebben, heel veel werken, maar geen spaargeld hebben. Niks overhouden omdat alles zo duur is en zo. Nou, dat wil ik dus in deze video gaan bespreken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik dan hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Binnenkort ga ik zelfs nog enkele nieuwe blogs beginnen. Eén daarvan gaat helemaal over persoonlijke financiën. Dus zeker als je bezig bent om je financiële situatie op orde te krijgen, om weer grip te krijgen op je financiële situatie. Zeker een reden om dus te abonneren op dit kanaal, dat je nooit meer iets mist. En het eerste onderwerp van deze video is je salaris, want zoals gezegd heerst er best wel een taboe op je salaris of je inkomen. Je gaat niet vertellen hoeveel je nou precies verdient. Vaak zelfs niet tegen de vrienden of tegen je familie. Dit terwijl we eigenlijk alles tegenwoordig wel delen. Enerzijds via Facebook of zoals gezegd via Instagram. De leukste plaatjes van elk diner of elke lunch die we hebben willen we graag met mensen delen. Het geweldige vakantie die we allemaal hebben gehad. Maar het inkomen, dat is allemaal persoonlijk. Nou, juist je inkomen kun je vaak heel makkelijk online uitzoeken. Als je iemand weet welke functie die heeft, dan kun je een redelijke inschatting maken van wat iemand verdient. En natuurlijk zal die situatie van die ene vriend of persoon dan net iets afwijken van wat je op internet weet te vinden, maar het zal geen honderden euro's zijn, zeker niet netto in de maand. Je kunt ervan uitgaan dat de meeste van je vrienden, zeker als ze zo in de 20, begin 30 zijn, waarschijnlijk netto 2000 tot 2500 euro netto in de maand overhouden. Dus we doen allemaal heel erg moeilijk over wat ons inkomen nou precies is, terwijl het eigenlijk dus heel makkelijk op te zoeken is en uit te rekenen is. Ik denk er dus juist heel anders over. Juist omdat je het makkelijk op kunt zoeken en misschien nog wel omdat we er iets van kunnen leren als je weet dat iemand anders verdient. Je kunt kijken wat ze hebben zij gedaan, hoe hebben ze opslag gevraagd, hoe hebben ze juist dit salaris kunnen onderhandelen, al die dingen. Dat is een van de redenen ook dat ik, zoals in mijn laatste video trouwens, mijn passieve inkomen gewoon met jullie deel. Ik wil graag de ervaring die ik leer met jullie delen. Samen worden we er allemaal beter op en ik denk ook niet dat er echt een taboe op hoeft te heersen, want misschien een passief inkomen, dat is wat moeilijker in te schatten. Maar zoals gezegd, een gewoon inkomen uit een baan, dat is best makkelijk uit te rekenen. Of zoals gezegd, op te zoeken. Dat komt dus allemaal omdat we ons eigenlijk anders voor willen doen dan dat we echt zijn. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we ons rijker willen voordoen dan dat we waarschijnlijk zijn. Vaak zie je dit wanneer mensen een nieuwe baan of een nieuwe functie krijgen, hebben en ze dus bijvoorbeeld een salarisverhoging van een paar honderd euro in de maand hebben. Voordat ze überhaupt het eerste salaris al hebben verdiend, hebben ze vaak al dit bedrag zeg maar uitgegeven of aan een etentje, leuke kleding, een vakantie al geboekt voor weet ik wanneer, over een half jaar, maar het geld is nog niet binnen, maar de vakantie is al wel geboekt. Dus we willen vaak meteen gebruik maken van het extra geld dat onze kant op kan komen in de toekomst. Nou, ik heb die situatie gehad, ik heb dat juist niet gedaan. Ongeveer 2,5 maand geleden ben ik begonnen met een nieuwe baan. 400 euro bruto in de maand ging erop vooruit. Maar ik heb gewoon mijn levensstijl hetzelfde gehouden. Juist dat extra bedrag gebruik ik om te investeren voor later, voor mijn toekomst. Maar dat is nou juist niet hetgene wat de meeste mensen doen. Want de meeste mensen willen juist dit bedrag uitgeven om mee te doen met de mensen om zich heen. Misschien heeft jouw vriend net een nieuwe telefoon gekocht. En kun je nou door dit inkomen ook die telefoon kopen? Of wil je meteen nieuwe kleding of die vakantie boeken? Allemaal maar om vaak te laten zien dat je ook het geld hebt en dat je mee kan doen met de rest. En dat zijn vaak dan nog de kleine dingen zoals kleding, elektronica, gadgets. Maar zeker een groot statussymbool is ook een auto. Nou, een auto is vaak niet meteen te kopen met je kleine verhoging in salaris. Maar er is dus inmiddels een oplossing voor en dat is leasen. Want leasen zorgt ervoor dat je op dit moment al meteen over die auto kunt beschikken. En dat je eigenlijk al mee kunt doen terwijl je het geld nog niet hebt. En dat is eigenlijk bij een auto was dat eerst het geval. Maar tegenwoordig kun je het geloof ik op meubels in je huis,
De bedden, alles kun je eigenlijk wel wat in je huis hebt, kun je in principe wel leasen. Nou, dat gaat dus echt de verkeerde kant op, denk ik. Want het is veel meer gericht op wat mensen nu snel kunnen hebben. En mensen denken totaal niet na over welke gevolgen dit heeft. Ook financiële gevolgen later of in de toekomst. En een van die gevolgen is dat je geen spaargeld op kunt bouwen. Want ook al ga je er dus met een nieuwe baan een paar honderd euro in de maand op vooruit. Je hebt telkens maandelijkse betalingen. Je moet die auto betalen. Je moet het bed of je meubels betalen. Die tv, die kan ook gewoon op afbetaling gekocht worden. Nieuwste telefoon moet je hebben. Daar heb je een abonnement in. Dit zorgt er telkens voor dat elke maand eigenlijk al het geld wat er vaak binnenkomt. En zeker die hele salarisverhoging, dat die eigenlijk direct door de deur uitgaat aan allemaal verplichtingen die je hebt. Allemaal betalingsverplichtingen op abonnementen en dat soort dingen. Wat je dan dus hebt, is dat je eigenlijk weinig tot niets overhoudt elke maand om een buffer op te bouwen. En juist een buffer is zo belangrijk, want stel er gaat een keer iets kapot, dan heb je in ieder geval de financiële ruimte om iets te vervangen, om iets nieuws te kopen. Maar ja, die buffer heb je dus niet, want je hebt geen geld over om deze buffer op te bouwen. De enige manier die er dan weer is om wederom geld te lenen of weer iets te kopen op afbetaling, waardoor je eigenlijk wederom in die situatie komt die je eigenlijk niet wil hebben. Maar het probleem ervan is dat je juist hieraan gewend raakt, dat misschien mensen in je omgeving dit ook doen en dat je dus moeilijk achter kunt blijven, want iedereen doet het. Nou, uiteindelijk merk je het wel, bijvoorbeeld wanneer je een huis wil gaan kopen, dan heb je al die betalingsverplichtingen en die hebben dan een enorme impact op je hypotheek. Want doordat je maandelijks geld moet betalen aan die verplichtingen, aan die abonnementen, leasen, noem het allemaal maar op, heb je dus minder geld over wat je voor je hypotheekbedrag kunt betalen en dus leent de bank jou minder geld uit. Op die manier kun je dus niet de hypotheek krijgen die je wilt om het huis te kopen. Dus je bent vaak weer genoodzaakt om te gaan huren. Nou, we weten allemaal, een huurbaas moet ook geld verdienen, dus je betaalt altijd meer dan dat het eigenlijk waard is. Dus zul je zien dat wanneer je een eigen huis had gehad, je misschien of meer huis had gehad voor hetzelfde geld, of in ieder geval minder had betaald voor hetzelfde huis. Wat er dus eigenlijk weer voor zorgt dat je elke maand geld overhoudt wanneer je dus je eigen huis hebt. Want je betaalt elke maand af. Je krijgt een gedeelte wat je betaalt trouwens ook weer terug. Met je inkomstenbelasting wordt dat verrekend. Dus eigenlijk op die manier hou je wel geld over. Maar ja, dat overhouden, dat lukt dus niet wanneer je een huurhuis hebt. En kijken we nou naar een onderzoek van het CBS. Dit onderzoek is trouwens op de situatie uit 2017. Dan zul je ook zien dat het gemiddelde vermogen van huishoudens in Nederland 28.300 euro is. Maar gaan we nou kijken wat het vermogen is zonder het huis, dan zul je eigenlijk zien dat het halveert naar 14.100 euro. Dat betekent dus eigenlijk dat de helft van het vermogen wat mensen hebben vaak al in het huis vastzit. Daar kunnen ze dus niks mee. De rest staat misschien op banken of beleggingen. En eigenlijk is die 14.000 euro gemiddeld genomen nog best wel laag. Want zoals gezegd, dit gaat per huishoudens, dus vaak twee personen. Nou, dan zit je 7.000 euro per man gemiddeld. Dan zul je zien dat heel veel mensen meer hebben. Maar ook heel veel mensen hebben minder of niks. En zelfs uit het onderzoek blijkt ook dat 3 op de 10 Nederlanders een negatief vermogen hebben. Dus ze hebben eigenlijk of 0 euro of minder dan 0 euro. Ze hebben dus gewoon schuld. En 3 op de 10, dat is gewoon 30%, is best wel veel mensen. Dus waarschijnlijk ook 30% van de mensen om jou heen heeft dat. Terwijl je van tevoren, iedereen doet zijn eigen goed voor. Alsof het goed gaat. We gaan elk jaar op vakantie. Kijk mijn nieuwe auto rijden. Kijk mijn mooie kleren kopen. Toch zal er 3 van de 10 mensen gemiddeld genomen dus schuld hebben. Terwijl ze wel die situatie aanhouden. En die situatie zorgt er zoals gezegd dus voor dat je moeilijk spaargeld op kunt bouwen. En juist spaargeld heb je steeds vaker nodig. Zeker wanneer je een eigen huis gaat kopen. Want het bedrag wat je telkens kan lenen neemt elk jaar met 1% af. Op dit moment is het geloof ik 100% van de waarde van het huis die je kunt lenen. Volgend jaar wordt dat 99, het jaar erop 98. Je hebt dus steeds meer eigen geld nodig om een huis te kopen. En juist met een eigen huis kun je zoals gezegd je maandlasten omlaag brengen. En mocht je dan eigenlijk je eigen huis kopen, zorg dan ook ervoor dat je die besparing die je elke maand hebt niet meteen maar uitgeeft, maar bijvoorbeeld investeert in de toekomst of in je eigen huis. Of in ieder geval zorg dat je iets verstandigs mee doet. Maar ja, op dat punt ben je nog niet. Je moet er dus nog voor zorgen dat je eerst een spaargeld op gaat bouwen. Nou, dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is heel makkelijk om het uit te leggen. Dat is gewoon je levensstijl veranderen. Maar het zal wel blijken dat juist het levensstijl veranderen heel erg moeilijk is. Want het is heel erg makkelijk voor ons om elke salarisverhoging die we hebben meteen iets van te kopen of uit te geven. Maar het is juist heel erg moeilijk om je levensstijl weer aan te passen naar beneden. Dat je minder gaat doen, zeg maar. Dus in plaats van 3 vakanties, 2 vakanties nemen of überhaupt geen vakantie. Elke week uit eten, dat in één keer afschaffen. Dat is allemaal heel erg moeilijk voor ons. Maar als je je nou herkent in de situatie die ik van tevoren heb besproken, is dat eigenlijk de enige oplossing die je hebt. Enige andere
andere manier eens doorgaan met wat je op dit moment doet. En dat is een situatie die dus niet werkt. Dus het enige wat je kunt doen is het echt helemaal het roer omgooien. En dus echt je eigen levensstijl gaan aanpassen. En zoals gezegd, dat zal heel erg lastig worden. Dat is niet alleen lastig voor jou, maar dat is gewoon voor alle mensen lastig. Want überhaupt een verandering, daar hebben mensen gewoon heel erg veel moeite mee. Maar wat het vaak makkelijker maakt, is dat je een doel voor jezelf opstelt. Of misschien met je partner. Dat je een doel hebt waar je naartoe kunt werken. Dat specifiek maakt, een bepaald bedrag. Echt een specifiek doel van mijn huis afbetalen in de komende 20 jaar. Het hoeft misschien niet eens het doel te zijn voor jezelf. Het kan ook zo zijn dat je als doel stelt dat de situatie waar je nu in zit, dat je in ieder geval niet voorkomt voor je kinderen. Dus dat je misschien wel geld gaat besparen wat je apart kunt leggen voor je kinderen, zodat zij nooit in die situatie terecht hoeven te komen. Maar in ieder geval een doel wat er specifiek is, wat je echt naartoe kunt werken. Liefst in kleine stapjes, dat je het grote doel nog op kunt splitsen in kleine stapjes, waardoor het telkens makkelijker is, waardoor je eerder dus vooruitgang ziet en dan maakt het telkens makkelijker om naar de volgende stap te gaan. Maar het enige wat er eigenlijk dus op neerkomt is dat je gewoon ergens moet gaan besparen. Enkele makkelijke dingen waar je op kunt besparen zijn juist die luxe dingen. Dus bijvoorbeeld het uit eten, want dat is vaak echt niet verplicht. Het is vaak leuk om een keer iets te vieren met je familie, met vrienden. Dat kan natuurlijk wel, maar het is niet verplicht. Dus je kunt daar vaak al snel 100 euro besparen op een uitetentje bijvoorbeeld. Of je gaat bijvoorbeeld een keer een jaar niet op vakantie. Of je blijft gewoon thuis. Want ook in Nederland zijn tegenwoordig de zomers helemaal prima, zou ik zeggen. Dan hoef je echt niet meer van naar Zuid-Italië. Tuurlijk is het leuk om daar naartoe te gaan. Maar als je het een keer niet doet, dan kun je zo een paar duizend euro uitsparen in een week of twee weken tijd. En als je dus bespaart op deze grote uitgaven, dan zorgt het er al snel voor dat je een paar duizend euro over hebt. En dus eigenlijk al vrij snel een buffer hebt opgebouwd. Een volgende stap die je kunt nemen is juist je vaste maandelijkse lasten te gaan beperken. Het is in het begin wat moeilijker, omdat je wat dingen moet laten. Misschien ook dingen waar je wel gebruik van maakt, zoals je tv-abonnement. Misschien verzekeringen kun je wel op besparen. Of juist die leaseauto, wanneer die afloopt, dat je er zorgt dat je niet ermee doorgaat. Maar het zorgt ervoor dat je vaak met tot kleine inspanningen in het begin er wel veel profijt bij hebt. Omdat, zoals gezegd, het zijn maandelijkse lasten, dus die komen elke maand terug. Dus elke maand dat je het niet hebt, hou je automatisch weer geld over. En dus als je op je abonnement bijvoorbeeld 50 euro in de maand kunt besparen, dat komt elke maand terug en hoef je dus naderhand niks meer voor te doen. Terwijl je juist als je 50 euro zou willen besparen op je boodschappen, je in de winkel alles bij moet houden, goedkopere alternatieven moet zoeken of dingen juist moet laten. En dat is veel moeilijker, dus probeer juist op die vaste maandelijkse lasten te besparen. Maar die kleine maandelijkse besparingen zorgen wel voor dat je aan het einde van het jaar een best wel behoorlijk bedrag kunt opbouwen. Dus zorg ervoor dat je jezelf je financiële ruimte geeft door juist elke maand dus kleine dingen te gaan besparen. En schrijf eventueel de besparingen die je elke maand doet over naar je spaarrekening, dat je het geld apart zet. En op die manier bouw je al automatisch dus een buffer op. Nou, heb je misschien nog andere tips of heb je ervaringen hiermee? Laat in ieder geval onder deze video weten. Dan kan je misschien andere mensen delen met jouw situatie, hoe jij het hebt opgepakt. Of misschien heb je juist wel vragen, ben je op zoek naar antwoorden van jouw situatie. Ook dan kun je dat bijvoorbeeld in de reacties achterlaten en kunnen mensen misschien jou wel helpen daarin. Maar als je juist op dit punt bent aangekomen, heb je eigenlijk de grootste stap al genomen. Want dat is dus je levensstijl veranderen en dingen laten dus om geld over te houden. Nou, dan heb je eigenlijk al het moeilijkste achter de rug. Het enige wat je nu nog moet gaan doen is dit volhouden en dus uitbreiden eventueel naar de toekomst. Je zult dan ook automatisch gaan merken dat we op dit moment vaak nog heel materialistisch zijn ingesteld. We moeten heel veel spullen kopen, daar wordt ook heel veel reclame voor gemaakt dat we die spullen per se moeten hebben, want we moeten het nieuwste van het nieuwste hebben. Maar als je hier eenmaal aan begint, dan zul je merken dat het echt helemaal niet nodig is. Dat je vaak al een behoorlijke stap terug kunt nemen van het materialisme, dat is in ieder geval mijn ervaring. En juist zeker als je nog jong bent en de keuzes nog moet maken, dan ben je helemaal in een fijne situatie. Want dan kun je heel veel leren van misschien wel de reacties onder deze video. Of mensen in je omgeving die fout hebben gemaakt. Al zullen ze die niet zo snel willen toegeven. Maar je bent bijvoorbeeld echt in een situatie waarin je je toekomst nog kunt opbouwen. Bijvoorbeeld, je moet je eerste huis nog kopen. Zorg ervoor dat je niet te hoge hypotheek neemt. Want een hoge hypotheek zorgt voor hoge maandlasten. Dus als jij je hypotheek laag kunt houden, zijn je maandlasten laag. En heb je best wel veel vrijheid, denk ik. Ik heb een relatief lage hypotheek. Maar het zorgt er wel voor, zeker als ik hem nog elke maand extra aflos, dat ik steeds minder kwijt ben per maand aan mijn hypotheek in dit geval. Dus of ik ben eerder klaar met het aflossen van mijn hypotheek, na een jaar of 20 in plaats van 30. Of mocht ik mijn baan verliezen of zo, dan heb ik in ieder geval minder geld nodig om aan mijn vaste lasten te voldoen. Dus er is minder druk, je hebt minder stress, je hebt eigenlijk dus meer vrijheid. En dan komen we eigenlijk aan bij vier stappen die ik al heel vaak op dit kanaal benoem. En dat zijn eigenlijk vier stappen die ervoor zorgen dat je een best wel mooie toekomst kunt opbouwen. Nou, de eerste daarvan is schulden aflossen. Dit zijn eigenlijk alle schulden behalve hypotheek, want je hypotheek is vaak nog wel een best wel goede schuld. De rente is daarvan is laag en je investeert in principe in een object wat op lange termijn meestal geld oplevert. Een huis wordt vaak meer geld waard. Het zijn juist die kleine schulden,
Misschien die tv op afbetaling of die auto die je leest, waar vaak hoge rentepercentages aan zitten. En in het geval van een auto wordt het object zelf ook nog eens minder waard. Dus dan verlies je eigenlijk aan twee kanten geld. Dus juist dat soort schulden moet je zo snel mogelijk aflossen. Als je je schulden dan hebt afgelost, dan kom je automatisch bij stap 2. Want je kunt een buffer gaan opbouwen. In plaats van die 100 euro in de maand aan een auto, of misschien nog wel meer waarschijnlijk, kun je die 100 euro of een paar honderd euro gebruiken om een buffer op te bouwen. Nou, dan heb je al vrij snel een buffer van 3 tot 6 maanden, zou ik zeggen, aan onkosten. Dus stel je hebt 1500 euro in de maand aan onkosten. 6 maanden is dus 9000 euro dat ik zou aanraden om als buffer te gebruiken. Mocht er nou ooit iets gebeuren, dan heb je in ieder geval nog voor 6 maanden het geld om aan al je vaste lasten te voldoen. Dan mocht je dus een paar honderd euro in de maand opbouwen, dan heb je vrij snel zo'n buffer opgebouwd. En wanneer je dan die buffer hebt opgebouwd, dan ben je best wel in een goede positie. Waarschijnlijk een betere positie dan de meeste mensen om je heen. En kun je juist gaan zorgen voor je toekomst. Je gaat dan dus juist investeren in je toekomst. Natuurlijk kun je op dit moment ook geld gaan sparen. Want je hebt een paar honderd euro in de maand over. Want je buffer is al gebouwd. Dus je kunt gaan sparen voor je vakantie. Of een grote uitgave die je wil doen. Misschien wil je wel een nieuwe auto. Maar gebruik dan in ieder geval spaargeld om het te kopen. Dan heb je in ieder geval geen betalingsverplichting achteraf. Maar heb je al die dingen al gedaan? Of hou je nog geld over? Zet je bijvoorbeeld 100 euro apart voor een vakantie en de rest wil je graag gaan beleggen? Dat is eigenlijk de volgende stap. Want op die manier kun je vermogen opbouwen voor de toekomst. En voor beleggen wil je eigenlijk geld gebruiken wat je vast over 20, 30, 40 jaar nodig hebt. Je gaat dus echt voor de lange termijn. Dat komt omdat op de korte termijn zou er een crisis kunnen aankomen. En dan halveert je misschien het vermogen wat je hebt belegd. Maar op lange termijn, historisch gezien, langer dan een jaar of 13, sta je eigenlijk altijd in de plus. Dus als je richting je pensioen misschien eerder op wil houden met werk, of gewoon meer geld achter de hand wil hebben wanneer je met pensioen gaat, dan kun je dus gaan beleggen. En dat kan al eigenlijk met een klein bedrag in de maand. Want dat is juist het mooie aan beleggen. We hebben zoiets als samengestelde interest. Dat is dus de rente op de rente die je elk jaar ontvangt. Nou, stel dat we uitgaan van 7% gemiddeld rendement per jaar. Dat is ongeveer wat we de laatste 30 jaar, 50 jaar wel hebben gehad op de beurs. Dan heb je eigenlijk al voldoende om, als je op jonge leeftijd begint met 5 euro per dag. Dan zorgt het er al voor dat je met je pensioenleeftijd op 1 miljoen euro uitkomt. Nou, 5 euro per dag is ongeveer 150 euro in de maand. Dus zeker als je nog jong bent en je hebt die ruimte om je situatie in te richten, zorg in ieder geval voor dat je zeg maar 150 euro in de maand apart zet. Dan weet je in ieder geval dat historisch gezien je uit zal komen op 1 miljoen euro tegen de tijd je met pensioen bent. En hoe moeilijk is het nou eigenlijk om 5 euro per dag te besparen of apart te zetten? Ik denk dat het op zich wel meevalt als je in ieder geval de situatie hebt waarin je dit kunt doen, als je niet al die betalingsverplichtingen hebt. En dan kom je dus eigenlijk bij de vierde stap, en dat je dus eigenlijk inkomen verdient met de bezittingen die je hebt. Dus kunnen aan de ene kant bezittingen zijn zoals aandelen. Maar het kan ook gewoon een huis zijn wat geld oplevert. Misschien omdat je wel iets verhuurt bijvoorbeeld. Dus eigenlijk het geld wat je hebt gaat nog werken voor jou en zorgt ervoor een extra inkomen. Dus naast het werk dat je gewoon al doet, krijg je op een andere manier ook nog geld binnen. Zeg maar een soort van rente op je spaargeld. Alleen tegenwoordig hebben we geen rente meer. Dus gaan we meer op rendement of dividend op je aandelen. Dus er komt gewoon een extra vorm van inkomen bij waar eigenlijk het proces nog door wordt versterkt. En dan kom je eigenlijk in de situatie waar je van tevoren al wilde zijn. Je wilt er namelijk voor zorgen dat je rijk bent in plaats van rijk wilt lijken. Want dat is de situatie waar de meeste mensen in zitten. Ze willen merkkleding kopen omdat hun idool dat draagt, omdat hun vrienden dat dragen, omdat het lijkt alsof ze dan geld hebben. Terwijl juist op dat moment heb je het vaak nog niet. Maar als je al die stappen hebt doorlopen, dan kom je in een situatie waar je het geld er wel voor over hebt. Dat je het gewoon uit kunt geven omdat je het geld gewoon achter de hand hebt. En als je geluk hebt, kom je zelf in de situatie dat je ervoor kunt kiezen om te gaan werken. Het is niet langer een verplichting om te werken om je maandelijkse rekeningen te betalen. Maar je hebt gewoon de keuze om te gaan werken. Nou, dat hangt een beetje af van het inkomen dat je eromheen verdient. Of misschien heb je een passief inkomen erbij. Maar dat kun je allemaal vaak wel opbouwen. Dat is dus ook best wel... Het heeft wat tijd nodig, maar zeker op lange termijn betaalt het zich zeker terug. En dan laat ik het in deze video misschien wel heel makkelijk lijken om al deze stappen te doorlopen. Dat je maar eventjes je levensstijl aanpast. Maar dat wil ik zeker niet doen, dat het makkelijk is. Ik weet dat er mensen in deze situatie zitten die het echt moeilijk hebben. Ik wil je alleen eigenlijk motiveren om de stappen te proberen in ieder geval te ondernemen. Dat is eigenlijk ook de reden van deze video, dat ik het taboe een beetje wil doorbreken. Gewoon laten zien van, er zijn heel veel mensen in deze situatie, maar dit is niet de beste situatie. Omdat iedereen in deze situatie zit, wil niet zeggen dat jij er ook in moet zitten. Probeer juist eruit te breken als het kan. Zoals gezegd, een inkomen en dat soort dingen. Ik vind dat niet dat daar niet over gesproken mag worden. Want het is juist een van de meest bekeken video's op mijn kanaal. Waarin ik praat over mijn passief inkomen bijvoorbeeld. Zoals gezegd, ik heb daar laatst nog een video over gemaakt. Ik maak er elke maand zelfs een video over. En ook dat is niet om te laten zien hoeveel ik nou precies verdien. Ik wil alleen laten zien
hoe ik het heb gedaan. Ook met een klein inkomen, met een beetje vrije tijd, kun je op lange termijn best vaak wel wat opbouwen. Zorg er gewoon voor dat je anders moet gaan denken. Misschien dat je je eigen focus daarop moet gaan richten. En dat je ook weet wat mogelijk is, wat een doel is waar je naartoe wilt werken. En elke maand neem je stapjes om dat doel te bereiken. En dat is ook eigenlijk de reden van dit kanaal, naar een bepaald doel toewerken. In financiële vrijheid, de keuze om te werken. Maar ja, al die ervaring die ik opdoe wil ik graag met jullie delen. En misschien heb ik nog wel tips over geld besparen, juist om eerder dat doel te bereiken of een passief inkomen op te bouwen. Dus wil je daar meer over zien, zoals gezegd, abonneer je hieronder op het kanaal. Dan mis je nooit meer een video. Zeker als je op het bel-icoontje klikt, dan krijg je in ieder geval altijd een melding. Vond je dit nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je dat minder, geef een duimpje omlaag en laat het in ieder geval in de reacties weten wat je goed vond of minder goed vond. Neem ik dat mee naar een volgende video. Zoals gezegd vind je alle links en informatie ook onder deze video terug trouwens. En als je nog vragen of opmerkingen hebt, of misschien wil je wel een ervaring bijvoorbeeld delen met anderen, of tips geven, laat dat ook weer onder deze video achter in de reacties. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.